We moesten daarvoor ook met ambtenaren naar grote raveparties. Ik zal niet veel loslaten over het gedrag van ambtenaren van de afdeling drugs van VWS op grote raveparties, maar het was interessant. Waarom zijn drugs zo verslavend? De Universiteit van Nederland presenteert klinisch farmacoloog professor Dr. Adam Cohen. Over verslavend gesproken. Ik heb hier fitosoja. Dat moet je alleen gebruiken met meer dan 8 opvliegers. Lijkt me wel iets voor dit college. Gaat-ie. Dus dat is ook klaar met die opvliegers. Oh. Wil je er een? Kijk. Alsjeblieft. Ik durf het nog steeds. En toch voelt het een beetje vreemd om zo'n pil te nemen. Maar ik weet wat erin zit. Ik heb natuurlijk eerst gekeken. En het is gewoon soja. Ik ben ontzettend weinig opvliegend. Luister. Ik ga een plaatje laten zien. Dan wil ik dat jullie even nadenken waarom dat leuk is. Het is een bungee jumper. Je hoeft het me niet te vertellen, maar probeer je voor te stellen waarom is het leuk om met een elastiek aan je voeten van een brug af te springen. De meeste mensen die het gedaan hebben, praten er enthousiast over. Nergens goed voor. Hè? Maar je kan het ook zeggen over bergen beklimmen. Heel veel zweet. Een berg oplopen. En er weer afgaan. En dan weer op hetzelfde punt terug. En er is helemaal niks gebeurd. Toch zijn er heel veel mensen die het doen. Of een dagje van handelen in hele risicovolle aandelen. Meestal verlies je er geld mee. Sommige mensen heel veel geld. Toch zijn er heel veel mensen die het elke dag doen. Om 5 uur opstaan om dat te gaan doen. De staatsloterij. Je weet zeker dat je je geld kwijt bent. Toch doen we het. Er zijn mensen, ik weet, ken er sommigen, die kitesurfen de Atlantische Oceaan over. Gaat veel en veel makkelijker met het vliegtuig. Basejumpen, met zo'n pak aan, van een berg afspringen. En er is dus iets wat wij leuk vinden in risico. Want jullie vinden het allemaal leuk. Het is ontzettend flauw om er zo over te praten. Dat we doen het ook zelf. En er is dus wat aan de hand daar. En ik wil dat even met jullie oefenen. Ik wil even kijken of jullie dat kunnen. Ik wil even kijken of jullie zelf dat gevoel kunnen krijgen wat er met zoiets gebeurt. En wat ik je nou ga vragen is om even na te denken over een situatie die je zelf hebt meegemaakt. Waarbij er zoiets is. Dat kan van alles zijn. Een risico dat je neemt dat goed afloopt. Het kan zijn dat je je ergens niet goed op hebt voorbereid. En het gaat toch ontzettend goed. Je hebt een wedstrijd gewonnen. Dat in de laatste minuut scoorde je dat ene goal. Ajax wint in de laatste minuut. Of voor sommige mensen, Ajax verliest in de laatste minuut. Je hebt gekeken naar een sportwedstrijd. Enorm spannend en dan gebeurt iets. Nou, al die dingen, je hebt allemaal, als het goed is, als je het niet mee hebt gemaakt, vind ik dat ontzettend zielig, maar je hebt allemaal zoiets meegemaakt. En wat ik nou even wil, is dat je 15 seconden nadenkt wat je in je hoofd neemt. En dan vraag ik je even om je ogen dicht te doen en dat gevoel te proberen te herleven. Even te kijken hoe je je op dat moment voelde. Dus ogen dicht, denk eraan. Dankjewel. Het is grappig als je een zaal inkijkt en ziet ontzettend veel mensen met een glimlach en hun ogen dicht. Als je dit doet, ik doe het wel eens met scholen met 13-jarigen. 13-jarigen zijn er nog veel beter in. Die kunnen dat in 1 seconde en dan gaan die mondhoeken echt helemaal naar boven. En wat gebeurt daar nou? Dit is geen management training. Dit is een farmacologisch experiment wat we aan het doen zijn.
Want wat hier aan de hand is, is dat heel even, bij degene van jullie die lachten, gebeurt er in je hersenen iets. Er komt een stof vrij, nee, dopamine. En de stof dopamine, die heeft effect op een systeem wat in onze hersenen zit. En hier zie je een hoofd van iemand ronddraaien. Met daar midden in die hersenen, in het hele oude deel van die hersenen, het mesolimbische systeem. Dat is een soort bedrading die is gemaakt om ons te belonen. En het ding wat daarvoor zit is nucleus accumbens. Dat is dus een celkernengroep. En die wordt allemaal helemaal gestimuleerd door dopamine. Dus dat goede gevoel, wat we hebben, ik hoop dat jullie het hadden, dat levert op dat er dopamine, ook weer een chemische stof, zo'n transmitterstof, zoals we net serotonine hebben gezien, dat komt vrij in die hersenen en dat maakt dat je dat goede gevoel krijgt. En waarom hebben we zo'n systeem? Waarom zouden we dat hebben? Nergens goed voor, denk je? Nou, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want dit is het systeem wat ons laat herinneren dat we, want het zit vlak bij het geheugensysteem ook, het laat het ons herinneren wanneer we iets belangrijks gedaan hebben, iets dat ons beloont. En dat zijn dingen zoals seks en eten en sociale interactie. Nou, dit is dus helemaal niet zo mooi als we dachten. Het is er alleen maar om te zorgen dat wij de hele tijd beter proberen te zijn dan anderen, dat we dan bij elkaar komen, dat we dan gaan eten en dat we dan onze genen daarna gaan doorgeven, zodat wij als mensheid blijven bestaan. Het is ontzettend onhandig om een systeem te hebben dat je niet helpt om door grot uit te gaan, om een mammoet te gaan vangen, is heel erg gevaarlijk. Maar of andere mensachtige om zeep te helpen of andere risico's te nemen, die maken dat je in de evolutie overleeft. En daar werden wij, in degene die de beste beloning kregen in onze hersenen, voor het nemen van dat risico en het uitvoeren, die overleefden. En daarom zitten wij hier. Wij zitten hier omdat we een beloningssysteem hebben. Ontzettend suf. We worden dus gewoon beloond met de dingen die er alleen maar zijn om ons voor te planten en dingen te doen. Maar het is wel wat ons motiveert. En het is denk ik ook voor een heel groot belang in de overleving van mensen en in ons welbevinden. Dat is het mesolimbische dopaminerge systeem in onze hersenen. Je kan die dopamine en dat systeem, dat zit in alle beesten. Ik geloof je zelfs in wormen kan vinden. En je gaat je dus afvragen, wat gebeurt er met beesten als je ze een middel geeft dat van buiten hun dopamine aanstuurt. En alle middelen die, en dat zal ik zo laten zien, die dat beloningssysteem aansturen, dat zijn allemaal de drugs die we gebruiken. Het is ook niet zo gek, hè? We hebben die dingen allemaal gevonden. Ik ga eerst even een filmpje laten zien over drie ratten. Dat is een rat die krijgt alleen maar zoutwater ingespoten. En er is een rat die krijgt cocaïne. En er is een rat en die krijgt cannabis. Nou, kijk even wat er met ze gebeurt. Cocaine rat's gotten quite mad and is trying to escape out of this cage here. And the saline rat is just acting normally. If the rat presses a lever after 12 seconds, he gets a reward of a food pellet. The rat, given saline only, does this task perfectly. Next, the rat on cocaine. For this rat, time seems to zip by. It presses the lever after only 8 seconds. And lastly, the rat on marijuana. Here, time seems to have ground to a halt. This rat doesn't press until 16 seconds have passed. En zo heeft de mensheid ook al die drugs ontdekt. Want anders konden we niet weten dat ze werkten. Dus mensen vonden een papaverbol, sneden daarin, er kwam wat uit. Ze slikten dat in of ze rookten het. En zeiden, hey, alcohol, hier is iets aan de hand. En ook de middelen die we later zijn gaan maken, zoals GHB en ecstasy en natuurlijk nicotine, hebben allemaal effecten op datzelfde systeem in onze hersenen. Je ziet hier het groen en daaronder de verschillende drugs. En ze werken allemaal op dat
beloningssysteem. Zo hebben we ze ontdekt. Dus we hadden opeens een manier om van buitenaf dat beloningssysteem te stimuleren, zonder dat we al die moeilijke dingen moesten gaan doen, zoals mammoeten vangen en oceaan overkaiten of bergen beklimmen. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat dat rode vlekje daar, dat is die nucleus accumbens, dat is dat beloningssysteem. Dus al die middelen geven ons een beloning. Maar je ziet ook aan het groene stuk dat ze ook op een heleboel andere dingen werken. Want ze werken niet allemaal via dopamine onmiddellijk. Morfine heeft zijn eigen eiwitje aan de buitenkant van sommige cellen in de hersenen waar het precies aan plakt. En dat is niet alleen de beloning, dat is ook bijvoorbeeld ons ademhalingssysteem. Daarom als je te veel morfine krijgt, stop je met ademen. Alcohol, dat zie je daarachter onder de hersenen, dat groene, dat is het cerebellum. Dat doet onze coördinatie. Nou, je begrijpt al, het beloningssysteem, dat gaat aan, maar je gaat toch ook wel een beetje omvallen. Dat weten we van alcohol, dus het heeft ook nog andere effecten. Nicotine heeft enorm effect op de hersenen in het algemeen, op het geheugen. Maar uiteindelijk ook weer het beloningssysteem. Cocaïne direct op dat beloningssysteem via dopamine, maar bijvoorbeeld ook op de bloedvaten. Daarom kan je een hartinfarct krijgen van cocaïne. Dus er zijn ontzettend veel stoffen die helemaal verschillend zijn, maar die op allerlei manieren komt het allemaal uit dat beloningssysteem en daarom zijn ze verslavend. Om precies dezelfde reden dat voor sommige mensen gokken verslavend is, of roken, want dan is het de nicotine, of zelfs hardlopen. Want het is allemaal dat we de hele tijd het lekker vinden om ons beloningssysteem aan te zetten. Er is wel geprobeerd om dit ook tot behandelingen te maken. We hadden tot 1975 hadden we in Nederland de Nederlandse cocaïnefabriek. Uit coca-bladeren werd cocaïne gesynthetiseerd. Hij was van Axo, op het laatste noemen ze hem de NCF. Omdat ze vonden de Nederlandse cocaïnefabriek toch een beetje gek klinken. Maar hij is dat tot 1975 geweest. Dus het spul werd voor allerlei dingen gebruikt. Dit is een heel mooi voorbeeld uit de jaren 30. De cocaïne druppeltjes, want cocaïne is ook lokaal verdovend. KNO-artsen gebruiken het wel eens in je neus. En dit waren de kindertjes die, denk ik, heel vaak tandpijn hadden. En dan kregen ze van hun moeder cocaïne druppeltjes. Dus het werd gebruikt als geneesmiddelen. Freud, de psycholoog, die was verslaafd aan cocaïne, omdat het zijn KNO-arts het in zijn neus gebruikte. Even wat over ecstasy. Ecstasy is spul dat gemaakt is om oorspronkelijk te werken als een soort stimulerend middel. Enorm effect op serotonine. Datzelfde spul wat we zagen net bij Prozac. Spul dat vrijkomt en dat je een goed humeur geeft. Dus als je iemand ecstasy geeft, dat is een empathogene druk, dan voel je dus een heel stuk beter. Je wil graag sociaal contact met andere mensen. Je wil dicht bij andere mensen zijn. Het gaat gewoon door dat molecuul. Het beloningssysteem gaat aan, het stukje daarvan, dat maakt dat we dicht bij elkaar willen zijn. Je humeur wordt ontzettend goed. Maar er zijn ook bijwerkingen. En hier zie je al die bijwerkingen eigenlijk afgebeeld. Want wat gebeurt er met serotonine als je het op zo'n ruwe manier vrij laat komen? Je lichaamstemperatuur gaat omhoog. Het woord chillen, wat wij nu allemaal gebruiken, komt uit de chill-out room. En toen de eerste keer mensen ecstasy gingen gebruiken op grote feesten waar het warm was, oververhitten ze. Dus het was nodig om daar kamers te maken waar het koud was. En waar je water kon drinken om niet al te veel te overhitten. Een farmacologisch effect van ecstasy wordt behandeld door de chill-out room en het wordt een woord in onze taal. Dat is heel erg grappig. Tweede bijwerking van ecstasy is dat je er hele rare kou- en smakbewegingen van gaat maken. Dat komt ook door die serotonine, maar je geeft gewoon te veel en dan krijg je dat. De eerste gabbers, de eerste houseparty bezoekers, die liepen allemaal met een fopspeen in hun mond. En dat was een cult item geworden, maar het was eigenlijk om te verbergen dat je zo raar met je mond zat te doen tijdens de... En dan hielden ze een fopspeen in hun mond. Lollies waren toen ook heel, heel hip. De Chupa Chup werd heel hip tijdens, als gewoon voor de behandeling van een bijwerking van de ecstasy.
En natuurlijk lichaamstemperatuur, je ziet weinig kleren, blote bovenlijven. Allemaal farmacologie van het verhogen van het serotoninegehalte in je hersenen. We hebben daar proeven mee gedaan. We hebben gekeken naar een paar jaar geleden naar ecstasygebruikers als een opdracht van het ministerie van VWS. We moesten daarvoor ook met ambtenaren naar grote raveparties. Ik zal niet te veel loslaten over het gedrag van ambtenaren van de afdeling drugs van VWS op grote raveparties, maar het was interessant. En we hebben toen die mensen onderzocht om te kijken of, want er was aangetoond bij dieren, ik kan dat laten zien. Hier links zie je zo'n normaal neuron, maar als je nou een aap een heleboel ecstasy geeft, dan lijkt het alsof die uitlopers van die zenuwen worden afgesneden. Die zenuwen die moeten zoveel serotonine in één keer afscheiden, dat ze ziek worden en een beetje kapot gaan. En wij wilden weten of dat ook bij mensen zo was. Nou, dat konden we natuurlijk niet doen door hun hersenen eruit te halen. Dus we moesten een andere truc uithalen en dat hebben we gedaan. We hebben die mensen een geneesmiddel gegeven, dat heet de dexvenfluramine. En dat is een geneesmiddel dat maakt dat door precies diezelfde neuronen er een hormoon in het bloed komt, dat heet cortisol. En dat kan je meten, dat kan je makkelijk meten. Dan neem je gewoon een bloedmonster en dan zie je hoeveel cortisol er zit. En wij hadden gedacht dat als er wat met die zenuwen was, dan zouden de mensen die veel ecstasy gebruiken, die zouden minder cortisol in hun bloed hebben dan de normale mensen. En dat bleek ook zo te zijn. Dus ecstasygebruikers, ook als ze dat niet gebruikten op dat moment, die maakten minder cortisol. En dat was eigenlijk het eerste bewijs dat er ook wel wat toxiciteit was. Dat die zenuwen daar toch een opdonder van kregen die misschien wel niet goed voor die mensen was. Want je zag ook dat ze wat langzamer waren. Dit waren zware ecstasygebruikers, mensen die dat bijna wekelijks deden. Maar je zag dat ze langzamer waren. Je zag dat ze ook wat depressiever waren. Dus hun systeem om ze vrolijk te maken, dat was eigenlijk een beetje uitgeput geraakt. Nou, dat heeft toch wel wat effect gehad op de voorlichting ook over die geneesmiddelen. En dat brengt mij eigenlijk tot de conclusie van dit college. Aan het begin van dit college hebben we heel even geprobeerd om ons eigen high te maken. En ik hoop ontzettend dat het bij een heleboel van jullie gelukt is. En dat is toch, denk ik, de beste high die je kan verzorgen. En zorg voor je eigen beloningssysteem op de natuurlijke weg. Dankjewel.